Het is het grootste verkeersongeluk ooit. In de ruimte. Zo'n 800 kilometer boven Siberië zijn een Amerikaanse en Russische satelliet op elkaar geknald. Ruimte-experts maken zich zorgen omdat de duizenden brokstukken nu andere satellieten bedreigen. De kans dat hier een ongeluk gebeurt is echt ontzettend klein. We draaien op dit moment een paar duizend satellieten in een baan om de aarde. Moet je je voorstellen dat je op het aardoppervlak een paar duizend auto's verspreid zou hebben. Die gewoon rondkoersen. De kans dat die elkaar raken is natuurlijk vrijwel nihil. En die zitten dan allemaal op het aardoppervlak. Terwijl die kunstmanen kunnen ook nog op verschillende hoogtes zitten. En toch is het gebeurd. Er zijn geen beelden van het ruimteongeluk. Maar we weten dat de brokkenmakers een Amerikaanse satelliet van 560 kilo en een Russische van 900 kilo waren. Dus de vergelijking met twee botsende auto's is niet zo gek. Maar hij klopt niet helemaal. Het belangrijkste verschil is de enorme snelheid van kunstmanen. Die draaien om de aarde met een snelheid van enkele tienduizenden kilometers per uur. Enorm veel harder dan een auto. En de ravage is dan ook veel en veel groter. Duizenden brokstukken in een baan om de aarde. En er is al zoveel rotzooi in de ruimte. Zo schoot China vorig jaar een eigen satelliet aan stukken. En er gebeurt ook wel eens een ongelukje. Oh, great. We have a lost tool. Al die rondvliegende spullen zijn levensgevaarlijk voor andere satellieten en voor de mensen in het internationale ruimtestation. Zelfs kleine brokstukjes, al gaat het maar om een boutje of een moertje, met die enorme snelheid zit er zoveel bewegingsenergie in dat een gat in het omhulsel van het ruimtestation zou kunnen slaan. De kans op zo'n inslag is heel erg klein. Maar ja, dat was de kans op een botsing tussen twee satellieten dus ook.